Oké, we gaan het vandaag een beetje hebben over het bluesspel van Jimi Hendrix. Jimi Hendrix is eigenlijk een bluesgitarist, ondanks dat hij het hele rock- en psychedelische genre totaal veranderd heeft. Hij was een gitaaricoon omdat hij eigenlijk van alle facetten voorzien was. Zowel zijn songwriting, waar hij soul-achtige licks kon spelen, tot keiharde psychedelische fuzz stuff. Maar dus ook blues. Hij is geboren in Seattle, in Amerika. En hij is opgegroeid in de blues. En hij is op vrij jonge leeftijd begonnen met het Shetland Circuit. En in de jaren 60 was dat toegewijd voornamelijk aan de blues. En daar heeft Jimmy backing gitaar gespeeld voor echt heel veel grote artiesten. Als de Isley Brothers, Little Richard, Curtis Knight en nog vele anderen. We pakken vandaag Red House. En we pakken de versie die is opgenomen voor de smash hits. En die staat nou op Jimi Hendrix The Best Of. En die Red House versie is een vrij traditionele blues. En voor Jimmy is dat eigenlijk wel een beetje een uitzondering. Omdat Jimmy graag akkoorden en solo alles door elkaar heen speelde. Maar in dit nummer speelt hij heel traditioneel. Dus hij zingt een zin, er komt een antwoord op de gitaar en hij herhaalt de zin. Zoals echt een standaard blues. Het is een 12-bar blues. 4 maten de eerste trap. 2 maten de tweede trap, dan weer 2 maten de eerste trap. Vervolgens 1 maat de vijfde trap en dan een maat de vierde trap. En dan weer 2 maten de eerste trap met een turnaround. Turnaround. Even naar de 5 op het einde. Hij doet in de tweede maat van de 12-bar blues gaat hij even naar de vierde trap. Wat ook traditioneel een optie is. Wat topics die we gaan behandelen. We gaan het even hebben over de vibrato van Jimi Hendrix. De bending. We kunnen een paar standaard blues licks van hem pakken. Hij heeft een hele coole arpeggio-staalachtige manier om soms licks te spelen. Die gaan we, of een soort sweep picking stijl, die gaan we even aanpakken. Ja, oké. Hij begint met de intro doet hij een 7 vormpje. Dus je leert soms een D7 hier. Die kun je overal naartoe opschuiven. En hier zit op B. Hier gaat hij zijn vibrato gebruiken. En het is een beweging die je uit je pols maakt. Zo. Ik kan het vooral goed zien bij deze beweging ook. Je beweegt je pols eigenlijk als een soort hefboompje. Je hoort het heel goed in de intro van Foxy Lady. Dat is de key om de vibrato van Jimmy een beetje te begrijpen. Benden. Laten we even een lick pakken die jij niet speelt hier. Maar een classic band lick van Jimmy is deze. Dus je druk. We zitten dus in B, hè? Eigenlijk in bass, want we zijn een halve naar beneden getuned. Wat Jimmy heel vaak doet. Wat je kan doen, is je bent een snaar uit de pentatonische toonladder. En dan pak je hem over met je vinger. Dus. En dan. Dat is iets wat Jimmy veel doet. Verder over de bending in dit liedje. In de intro doet hij iets heel cools. Oké, daar zitten heel veel bends in. En wat Jimmy graag doet, is dat hij eigenlijk naar een target note gaat en er dan overheen speelt. Dus. Deze noot. Je denkt dat hij daarheen gaat.
één noot omhoog, maar hij gaat. Twee hele noten bent hij omhoog, dus. Dan bent hij hem daarna ook weer eroverheen. Nog een voorbeeld van zijn bende, als ik gewoon improviseer op zijn stijl. In zijn timing en in zijn bende wil hij graag uit zijn ritmische patronen schieten. Dus als je bijvoorbeeld dat als lick neemt. Wat hij zou kunnen doen is. Dat is heel Jimi Hendrix. 2,5 noot omhoog benden. En hij doet vaak een soort van Albert King likje aan het einde. Dat hij op de 1 en dan de 5. Dat brengt me op het volgende ding. Laten we een paar licks pakken van hem. Deze lick. Best wel een Albert King-achtige lick. Eindig op die 5. Een andere lick, wat echt de belangrijkste lick uit deze versie van Red House is. Laten we het voor de grap de Jimi Hendrix lick noemen. Het klinkt als een beetje een T-Bone Walker-achtige lick. Dit stukje. Dit is echt een fantastische lick. En hij speelt hem echt super vaak op al zijn platen. En zeker in deze Red House versie. In de intro krijg je die. Daar zit hij. Alleen hij timed hem daar super weird voor mij. Dus hij doet, in plaats van dat hij. Daar een stopje. Oké, de arpeggio-stijl of sweep-picking licks, wat Jimmy heel erg tof doet in deze track. Wat ook echt een super vette techniek is. Hij sweeps de plectrum over zijn snaren, waardoor het lijkt alsof hij meer noten speelt, terwijl hij soms zijn het gewoon ghost notes. Op het einde van het nummer heeft hij een hele coole. Dat hij die. Die lick. Dus dat doet hij. Echt typisch Hendrix. En heel veel bluesgitaristen hebben dat van hem gejat. Tenzij hij het van iemand anders heeft. Maar ik ken het van hem. Ja, oké. Echt zijn manier hoe hij soms dingen vingert op de fretboard. Hij speelt eigenlijk heel veel met zijn middelvinger en zijn ringvinger. Dit is echt. En zijn duim. Dus dat kan ik je aanraden om te leren. En bijvoorbeeld als je die snelle lick van Voodoo Child wil spelen in de intro. Die. Dan is het toch handig om op die manier je vingers te fretten. Even mijn fuzz aansluiten. Dat is eigenlijk gewoon een blueslick, alleen dan aan steroids. En wat hij daar heel snel doet, wat lastig is, is hij doet hammer-ons. Dus
Dus als je wil, ga die lick proberen te leren. Hij is super moeilijk.